Er werken steeds meer vrouwen als schipper op de Amsterdamse rondvaart. Ingrid Bense begon 10 jaar geleden op een klein vaarbewijs op de watertaxi van rederij Lovers. Via Edumar haalde ze haar groot vaarbewijs zonder beperkingen en werkt tegenwoordig als ZZP'er voor verschillende rederijen. Ingrid? Zeg het eens. Wat is nou eigenlijk het moeilijkste wat je hebt moeten leren als rondvaartschipper? Nou, waar veel schippers tegenaan lopen, is zeker in de drukke zaterdagmiddagen, dat er zoveel tegelijk gebeurt. Dat je je schip moet bedienen, dat is 1 ding. Dat je de weg moet kennen, is 2. Je moet communiceren met andere schepen. Maar je hebt ook te maken met een hele hoop mensen die ook genieten van hun bootjes in de grachten. En daar zitten helaas wel vaak mensen bij die wat minder kennis hebben van de regels en de mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden van andere vaartuigen. En ja, daarmee dealen, dus met alle drukte en alles tegelijk en met name de onkunde van veel privéschippers, dat is lastig. Daar moet je echt mee leren omgaan. Het is altijd nauw vaarwater, het is altijd druk. Je bent constant aan het manoeuvreren, je bent constant aan het communiceren. Dus ja, je moet veel en veel tegelijk. Wat kan je vertellen over dit schip? Dat dit wat men een salonbootje noemt of een notarisboot. Daar varen er op dit moment iets tussen de 30, 35 van in Amsterdam. Een groot deel is origineel. Een aantal is nagemaakt. De originele zijn, en dat is deze ook, allemaal zo rond de 100 jaar oud. Deze is van 1907. En dit soort bootjes werd door notarissen, notabelen, gebruikt om de zaken op te doen. Varen er al veel vrouwelijke rondvaartschippers? Ja, steeds meer. Toen ik begon waren er al wat hoor. Ik was zeker niet de eerste, maar er waren er nog niet zoveel. Maar met name de laatste 2-3 jaar zijn er enorm veel bijgekomen. Ja. Dat is deels in de reguliere rondvaart. Maar het heeft deels ook te maken met een tekort aan schippers om alle sloepen die erbij zijn gekomen te bemannen. En het is zeker onder studenten met een vaarbewijs een heel populaire bijbaan. En daar zitten ook veel jonge dames bij. Dat vind ik leuk, dat er steeds meer vrouwen komen. Hoe werd er door je mannelijke collega's op gereageerd? Ik heb de mazzel gehad dat de mensen, mijn directe collega's, het eigenlijk alleen maar leuk vonden. Ik heb voorheen in de grafische industrie gezeten, dus ook echt een mannenwereld, dus ik ben gewend met mannen te werken. En ik ben ook een geboren getogen Amsterdamse, als iets me dwars zit, dan laat ik het weten. Dus ik laat ook niet snel over me heen lopen, dat straal ik denk ik ook wel uit. Dus ik heb eigenlijk weinig te maken gehad met negatieve gevoelens. Een hele enkele keer, maar dat is echt sporadisch, tref je een schipper op een ander schip die je gaat pesten. Er zijn er gewoon een paar bij. Dat zijn echte oude, vaak voormalige vissers. Die toch een wat ouderwets idee over de man-vrouw rolverdeling erop nahouden. En die het dan niet nalaten om je dwars te zitten. Gewoon puur om het feit dat je een vrouw bent. Dat gebeurt helaas. Maar gelukkig heel weinig hoor. Dat is echt sporadisch. Maar ze zijn er. Ze zijn er.
Rido, Openhaven, Krommewaal. Je vaart voor meerdere rederijen, hè? Welke? Ja, ik werk als ZZP'er, dus ik ben gewoon zelfstandig schipper en ik word door rederijen ingehuurd om hun vaaropdrachten uit te voeren. Classic Boat Tours, daarvan is dit schip, de Prido, is een van mijn grootste opdrachtgevers. En Rederij de Nederlanden is een grote opdrachtgever. Daar ben ik gewoon als vaste schipper werkzaam. En dan zijn er nog een aantal andere rederijen waar ik op een soort reservelijst sta, waar ik per telefoon, per mail, per app gevraagd wordt om vaaropdrachten uit te voeren. Als ze het met hun vaste schippers niet bemand krijgen. Komt er steeds meer ZZP'ers bij? Ja. Nou, bij de grote rondvaartrederijen zijn veel mensen in vaste dienst. Die hebben gewoon een vaste club mensen die de rondvaarten doen. Want die gaan natuurlijk het hele jaar door. Dus daar hebben ze gewoon mensen voor in dienst. Maar we kennen het. Het is wel seizoenswerk. Het seizoen is wel groter geworden. Vroeger had je in de winter echt helemaal niets te doen. Tegenwoordig is mede door het Amsterdam Light Festival, het grote kunstlichtfestival dat we in de winter hebben, is ook de winter wat drukker geworden. Maar je hebt nog steeds een hoog en een laag seizoen. En ja, dat maakt dat er niet het hele jaar door evenveel werk is. Dus die grote rondvaartrederijen hebben een groep vaste schippers. En die huren voor het zomerseizoen gewoon een aantal extra mensen in. Dat is deels tegen nul uren contracten. En deels met ZZP'ers. En vooral de kleinere rederijen waar ik dan voor werk, hè, die vooral het groepsvervoer doen. Hè, dus die uitsluitend varen voor feesten, partijen, verjaardagen, bedrijfsuitjes, diners, noem maar op. Die werken bijna alleen maar met ZZP'ers. Omdat dat zo onregelmatig is. Daar kun je niemand voor in dienst houden. Dus die werken bijna allemaal als ZZP'er.